Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en ik begin vandaag en eindig vandaag ook met één onderwerp. En dat is de voorspelling van de Saxo Bank dat goud in 2023 wel eens zou kunnen stijgen naar een bijna ondenkbaar op dit moment $3000 per ounce. Nou ja, ik vind dat een buitengewoon interessant bericht natuurlijk. Ik bedoel, de kans is klein, maar het kan gebeuren. En de vraag is natuurlijk, hoe zou het kunnen gebeuren? Maar voordat ik daarop inga, toch heel even kort de koersen. De koers van goud op dit moment ongeveer €54.600 per kilo. En de koers van zilver €700 per kilo. Ja, toch ook heel erg leuk. En het sluit ook een beetje aan op wat ik de afgelopen maanden al heb gedeeld met jullie. Over bijvoorbeeld mijn deelname aan de LBMA-conferentie. Waar het alleen maar over zilver ging. En alle problemen in logistieke ketens. En de enorme vraag naar zilver. Dus ik denk dat 2023 ook voor zilver best wel een heel interessant jaar kan gaan worden. Terug naar goud, namelijk die voorspelling van de Saxo Bank dat goud wel eens zou kunnen stijgen naar $3000 per ounce. Waar heeft dat mee te maken? Nou, ik heb een hele leuke analyse gelezen van Zoltan Pozar. Zoltan Pozar is strateeg bij Credit Suisse en hij heeft een heel erg interessant artikel geschreven waarin hij ook aangeeft dat de koers van goud ten opzichte van nu wel eens zou kunnen gaan verdubbelen. Dat zou betekenen $3600 per ounce. Maar hoe kan dat dan, vraag je je af? Ja, een hele goede vraag. Ik heb dat artikel gelezen en ja, het is een technisch artikel. Maar het is wel goed, denk ik, om hier even met jullie te delen wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Allereerst, in het artikel geeft Zoltan Pozar aan, ja, kijkend naar de bancaire sector is de kans op een credit crunch, een kredietcrisis of een repo crisis, waarbij liquiditeit een probleem is, ja, die kans is vrij klein. Er zijn zo ontzettend veel reserves die kunnen worden aangesproken. Daarnaast kunnen centrale banken natuurlijk eigenlijk gewoon zoveel bijtoveren als ze willen, dat de kans op een kredietcrisisachtige stijging van goud, dat die kans vrij klein is. Hoe kan dat dan wel gebeuren? Nou, wat kunnen we niet bijdrukken? Wat is er de laatste jaren, anderhalf jaar, gebruikt, ingezet als strategisch wapen door meerdere landen? Olie en sancties op olie. Nou, ik vind het heel interessant. Ik haal daar straks ook nog wat extra punten bij. Maar eerst even naar olie. Olie is een soort levensbloed voor de wereld. En zonder olie stort de wereld in elkaar. Alle auto's rijden erop. Een heel groot deel van de energievoorziening is afhankelijk van olie of olie-derivaten. Dus zonder olie staat de wereld van de een op de andere dag stil. Wat is er de laatste tijd gebeurd? Nou, haal ik heel even zelf een datapuntje erbij. De strategische oliereserves. Daar heeft Zoltan Pozar overigens in zijn artikel ook over. Hij heeft het over the lowest comfortable level of strategic petroleum reserves. Of strategische oliereserves. We weten dat de Verenigde Staten de afgelopen maanden zijn strategische oliereserves heeft ingezet. Waarom? Om de olieprijs iets te drukken. Omdat mensen aan de pomp ontzettend veel last hebben ervaren van die toenemende prijs van olie. Niet alleen dat, er zijn heel veel sancties afgekondigd tegen een van de grootste olieproducenten ter wereld, namelijk Rusland. Het land met de grootste gasreserves ter wereld en een van de grootste olieproducenten ter wereld. Wat betekent dat? En wat is de reactie van Rusland daarop geweest? We weten wat ze hebben gezegd over gas. Ze hebben gezegd, nou, dat gas, dat mag je van ons kopen, maar je rekent af in roebels. En wat zou er nu mogelijk, het is een hypothese, hè? Iets dat zou kunnen leiden tot een veel hogere prijs van goud. Wat zouden zij de facto kunnen zeggen? Zij zouden kunnen zeggen van olie, dat gaan we voortaan afrekenen in goud. Want
We weten dat er sinds 5 december een boycot is op ruwe aardolie. Dus sinds 5 december importeert de Europese Unie geen aardolie meer uit Rusland. Niet alleen dat, er zijn gesprekken gaande om de prijs van olie uit Rusland te maximeren. Dus er komt een maximale prijs op een vat olie afkomstig uit Rusland. Want we hebben die olie wel nodig. En die prijs die zou dan worden gemaximeerd op ongeveer, nou laten we zeggen, $60 of $70 per vat. Op dit moment is dat ongeveer de prijs van 1 gram goud. Dus op het moment dat de G7 zegt, oké, er mag niet meer worden betaald dan $60 per vat voor een vat olie uit Rusland, dan kan Rusland zeggen, nou, wij willen dat best doen, maar dan moet je hem wel afrekenen in goud. En niet alleen dat, je betaalt ons dus 1 gram goud voor een vat olie. Wat ontstaat er dan? Dan ontstaat er de facto een verbinding tussen goud en olie. En vanaf dat moment kan, zoals Rusland dat het afgelopen jaar eigenlijk al heeft gedaan, olie worden ingezet als strategisch wapen. Zoals het ook door overigens de andere landen wordt gedaan. Ook door ons wordt gedaan. Overigens, ja, in Nederland ervaren we daar alleen de nadelen van. Terwijl Rusland afgelopen jaar $158 miljard heeft verdiend aan olieproducten. Omdat ja, zij verkopen het gewoon met een korting aan India en China. En India en China verkopen het weer aan ons voor het dubbele van die prijs. Maar de gehele prijs van olie blijft hoog en daar heeft Rusland dus heel veel baat bij. Maar dat gezegd hebbende, als Rusland dan vervolgens, doordat zij olie veel goedkoper kunnen produceren en er dus de facto die verbinding is ontstaan tussen goud en olie, als zij dan zeggen, weet u wat, je krijgt van ons niet 1 vat olie voor 1 gram goud, maar je krijgt er 2. Wat doet dat dan met de prijs van goud? Gemeten in olie verdubbelt die prijs van goud dan. En omdat we een vaste prijs van olie hebben gekoppeld aan de dollar, namelijk $60 per vat, meten we dus olie via goud in de dollar en verdubbelt mogelijk de prijs van goud. En ja, dat zou dus betekenen vanaf dit niveau, $1800 ongeveer, dollar per ounce, gaan we naar $3600 per ounce. Ja, dit is één van de scenario's die mogelijk zou kunnen leiden tot, ik zeg niet $3600 goud hoor, maar tot een hogere prijs van goud in 2023. We weten dat sinds 5 december er geen Russische aardolie meer wordt geïmporteerd. Volgend jaar, in februari, komt er nog bovenop kerosine en diesel. Dat zal de druk op energieprijzen weer doen laten toenemen. En ook overigens de druk op ons. Hè, de druk op u en mij als het gaat om bijvoorbeeld energieprijzen. En we worden daar al enigszins op voorbereid. De overheid zegt dan van ja, we moeten dit doen, want we moeten Rusland economisch raken. Rusland wordt er eigenlijk helemaal niet economisch door geraakt. Dus je kan je afvragen of die sancties zoveel nut hebben. Of dat er misschien, hoogstwaarschijnlijk, een alternatieve agenda is. Wat ik ook toch leuk vind om hier nog heel eventjes bij in te voegen, is globalisering. En we zien de afgelopen 30, 40, 50 jaar zien we een enorme globaliseringsdrang en drift. En voorgegaan door de Europese Unie, de Verenigde Staten. Nou, inmiddels ook in vormen van bijvoorbeeld het World Economic Forum en andere instituties die een enorme drang hebben om van de wereld één wereld te maken. Één wereldorde. En de weerstand daartegen groeit enorm. De weerstand daartegen groeit enorm. We zien dat bijvoorbeeld in Rusland. We zien dat ook in grote delen van de rest van de wereld, waar men eigenlijk zegt, ja, weet je wat,
allemaal leuk en aardig. En natuurlijk, er zijn voordelen aan, aan met elkaar afspraken maken. Maar het verlies van identiteit, traditie, daar hebben steeds minder mensen zin in of trek in. En dus zie je dat die trend, die is echt gebroken. En men probeert steeds meer te gaan decentraliseren. Nou, wat kan daarbij helpen? Nou, ik zou willen zeggen, bijvoorbeeld een nieuw te introduceren en ook om het machtsmonopolie te breken, een eigen goudstandaard. Want uiteindelijk kun je dan nog steeds over de hele wereld zaken doen. Je doet dat dan wel met je eigen gouden muntje, maar je bent dan niet afhankelijk van al die andere afspraken die er mogelijk bij zouden worden opgelegd. Nou ja, ik vind het heel erg interessant om ook hier met jullie te delen. Ik blijf dat natuurlijk ook in 2023 doen. Ik denk dat het een bijzonder interessant jaar gaat worden. Of we die $3000 per ounce gaan halen, ik heb geen idee. En de glazen bol ontbreekt ook hier. Maar ik vind, het is zeker niet onmogelijk. Het is zeker niet onmogelijk dat we ook in de escalatie van wat er in het afgelopen jaar en de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk allemaal is gebeurd, dat we richting een soort kritisch punt komen, waarbij ook alle schulden ineens zichtbaar worden. Alle derivaten als het gaat om bijvoorbeeld edelmetaal, de futureshandel, zonder dat daar de fysieke dekking voor is. Ja, we gaan het meemaken. In ieder geval, ik hoop dat we het allemaal gaan meemaken. Ik zal ervoor zorgen dat ik hier verslag blijf doen van wat er allemaal gebeurt. Overigens, laatste opmerking. Er zijn nog een paar plekken vrij voor mijn boekpresentatie. De 21ste van december. Ja, mijn boek heet natuurlijk Chaos zonder goud. Dat gaat ook over wat er nu eigenlijk allemaal aan het gebeuren is. Dus wil je daarbij zijn, klik dan even op de link hieronder. En ja, goed, wie weet zie ik je dan de 21ste bij ons, bij Gold Republic op kantoor, tijdens mijn boekpresentatie. Goed, vond je dit weer een leuke uitzending? Like deze video dan even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van Gold Republic, maar waardeer je onze content, dan vind ik het prachtig als je even op die abonneerknop zou willen klikken. Heb je een vraag of een opmerking, dan kan dat hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.